Mijn vrouw rookt heel graag een sigaret. Ze ligt soms te roken 's nachts in bed. Dat zijn zo van die plagen die een man van zijn vrouw moet verdragen. Soms geeft ze me onverwacht een zoen. Vergeet haar sigaret dan weg te doen. En als ze dan daarmee nog lacht, dan roep ik met volle kracht. Kussen met een sigaret in je mond, zeg, vind jij dat normaal? Kussen met een sigaret in je mond, ik vind dat echt brutaal. Zie je dan toch niet dat je me snoert geheel verbrand? Jij kunt ermee lachen, maar ik vind dat niet plezant. Want kussen met een sigaret in je mond, dat vind ik ongezond. Nochtans is een goeie beste vrouw. Ze is bijzonder lief en reuze trouw. En ze houdt heel veel van kussen. Vertroetelen, strelen en sussen. Maar als ze soms helemaal van streek die vuurpijl zo tegen mijn lippen steekt, dan slaak ik van de pijn een gil en ik roep, hou je toch stil. Kussen met een sigaret in je mond, zeg, vind jij dat normaal? Kussen met een sigaret in je mond, ik vind dat echt brutaal. Zie dan toch niet dat je me snoert geheel verbrand. Jij kunt ermee lachen, maar ik vind dat niet plezant. Want kussen met een sigaret in je mond, dat vind ik ongezond. Jij kunt ermee.